Dit is misschien wel mijn meest aangevraagde shopblog van dit moment. Ik kreeg namelijk massaal op Instagram de vraag of ik een shopblog van Shein wilde maken. In het verleden heb ik wel eens items van hun opgestuurd gekregen. Ik weet niet hoe lang geleden, maar echt mega lang geleden. En eigenlijk shop ik er nooit. En het is best wel een populaire webshop geworden. Dus ik dacht, speciaal voor jullie ga ik een bestelling plaatsen op Shein en ga ik mijn mening van de items met jullie delen. Dus ik heb het pakketje binnengekregen. Ik had even mijn research gedaan hoe het nou precies zit met douanekosten of invoerrechtskosten. Ik weet niet of ik mazzel heb gehad of dat het normaal gesproken gewoon zo is. Maar ik heb geen extra kosten moeten betalen toen ik dit pakketje thuis kreeg. Ik heb geprobeerd om alles in een maat L te nemen, omdat uit ervaring dat het beste voor mij is. Dus ik heb hier een two-piece. Moet wel eventjes gestreken worden, maar daar kijken we even doorheen. Dit is de top en dit is het broekje. Hij is wel heel erg stretchy. Expectations versus reality. Dit is een maat L en ik kom er amper in. Als ik de advertentie erbij pak, vind ik hem echt super leuk. En heb ik niet eens het gevoel dat hij heel lelijk kan zitten of zo. Maar hij stretcht wel mee, maar ik kan hem wel lager doen. Maar dan ziet het er niet zo mooi uit ook. Dan hebben wij hier een jurk. Gymsuit. Oh, een gymsuit. Dit is een gymsuit. Het is wel heel erg gekreukeld allemaal. Maar hey, gelukkig hebben we een strijkijzer. Dus als ik het ga dragen, dan kan ik het gewoon lekker strijken. Ik ben in love. Ik vind deze zo ontzettend leuk. Hij is wel een klein beetje aan de grote kant. Want als ik hem, oké, los doe, hangt dit een beetje. Dus hierbij is een bralet wat mooier. Wanneer ik een normale BH aan heb en je kan een beetje naar binnen kijken, voelt dat toch wel een beetje ongepast. En als je een bralet aan hebt met mooi kant, dan kan dat nog wel gewoon heel classy eruit zien. Dan ben ik echt confused wat het allemaal is. Oeh. Oké. Dit is een longsleeve top. Alleen hij is zo doorschijnend. Vaak schijnen witte items wel door, maar ik vind het wel jammer. Nou, als ik een bralette eronder doe, dan kan het misschien wel. Ja, het zijn wel grote mouwen, maar het lijkt niet zo groot op de foto. Ik weet het niet zo goed. Ik had stiekem gehoopt dat dit zo leuk zou zijn, maar ik vind de mouwen echt veel te groot. Qua maat zit hij goed, alleen vind ik dat de uitsnede hier wel heel erg diep is. Ik denk dat het dan voor mij comfortabelheid mooier is en praktischer is om een bralet onder te doen. Want anders moet ik heel erg gaan opletten dat het niet verschuift. Oeh, hier ben ik excited over. Dit is een two-piece. Maar ik dacht eerst dat het een soort van pyjama setje was. Dit is het topje. Dit is een off-shoulder top. En dan hebben we het broekje. Maar het is echt stretchy. Als je deze vergelijkt met het eerste item, is ook wel een stretch broek. Alleen deze stretch veel meer mee. Betere elastiek, denk ik. Deze two-piece zit qua maat al een stuk beter dan die witte two-piece. Hij ziet er redelijk hetzelfde uit als op de advertentie. Het wijkt niet heel veel ervan af. Hij zit ook lekker. Ik vind dat het broekje precies goed zit. Hij had niet groter gemoeten, denk ik. Topje is top. Ja, hier ben ik oprecht heel erg blij mee. Alleen ik weet niet zo goed of ik dit echt aan zou doen als outfit of eerder als pyjama. Misschien kan het wel als outfit. Oeh, het stofje is niet echt waar ik denk fan van ben. Maar dit is ook weer een two-piece. Eén ding is zeker: de designs van de kledingstukken op Shein zijn wel hartstikke leuk. Dus het is wel heel fashionable Shein hoor. Dat wel. Ze gaan wel met de trend mee. Toen ik deze outfit net aantrok, wist ik niet zo goed wat ik met het topje moest. Want je moet dus een strik maken. En ik heb hieronder geen BH aan, omdat het anders niet past. Dus ik heb het zo. Ik vind hem, zeg maar, qua eerste indruk
prima. Onpraktisch wel, maar ik vind het niet naar. Maar ik weet niet zo goed of ik dit in het dagelijks leven zou dragen. Want als ik kleding draag, wil ik wel dat het een beetje praktisch is. Ik heb het gevoel als ik dit aan heb, dat ik heel erg moet gaan opletten of alles op zijn plek zit. En dat, ja. Oeh. Nee. Nee. Ik vind het stofje niet heel fijn. Oh, als ik dit zo zie, denk ik, wat is dit? Ik heb nu even geen beeld bij wat dit moet zijn. Ja, een jurkje, maar hoe die moet vallen. Ik weet niet zo goed wat ik van deze jurk moet vinden. Hij is redelijk lang. Hij komt tot bijna mijn enkels. Maar ik vind hem wel leuk. Maar ik ben er niet al te enthousiast over. De kleur op de foto is ook iets anders dan de kleur in werkelijkheid. Want in het echt lijkt hij een beetje wel, ja, beige. Maar het neigt eerder naar roze. Als ik het vergelijk met de foto. Want dat is wel echt richting bruin. Zo zie ik het tenminste. Het enige nadeel hiervan is dat ik hier geen BH onderaan kan. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Want ik krijg wel oké support. Maar soms vind ik het wel comfortabeler om een BH aan te hebben. Maar dat terzijde, het kan helemaal prima. Ik vind het leuk. Cute. Prima jurkje. Wat hebben we hier? Oh, dit is een jurkje. Oeh, deze is cute. Het is 100% van polyester gemaakt. Ik heb een haat-liefde relatie met polyester. Aan de ene kant vind ik het heel fijn. Maar aan de andere kant heb ik ook weer een hekel aan. Dit is dan het jurkje. Ik heb nu de advertentie erbij. Hij lijkt precies op het jurkje dat op de foto staat. Ik vind het fijn dat hij hier zo'n elastiek heeft. Dus hij kan nog best wel ver. Dus dat is fijn. Qua lengte vind ik hem echt perfect. Dit is wel echt mijn favoriete lengte als het gaat om jurkjes. Niet te kort, niet te lang. En ja, omdat het van polyester is, is het natuurlijk wel een klein beetje een zweetstofje. Maar ik ben wel blij dat de mouwen wijd zijn. Dus je kan lekker luchten. Ik denk dat dit ook leuk te combineren is met een riem. Oh, deze is leuk! Oké, dit is een soort van cheetah printje, maar ook weer niet helemaal. Het zijn meer vlekjes, maar als je heel goed kijkt lijkt het een klein beetje op een, ja, cheetah print. Ik vind het geen naar jurkje, alleen hij is voor mijn doen iets te kort. En hij is ook heel laag uitgesneden. Ik voel me daar wel een beetje onprettig bij als een jurkje te kort is. Maar ja, als ik er een broekje onder doe, dan is het prima te doen. Ik ga even de advertentie erbij pakken. Hij komt redelijk overeen met de advertentie. Wordt niet aangegeven dat het een mini dress is. Ik vind hem niet lelijk. Als ik dan zo in de spiegel kijk, denk ik, oeh, cute. Dit is helemaal prima. Jongens, we hebben alweer het laatste item. Dit is een jurk. Dit is een overslagjurk. Ik heb op dit moment ook een overslagjurk aan. Deze had ik van Chanel gekregen. Zoals haar kledingkast aan het opruimen. En zei van, sap, wil je dit? Ik zeg, ja. Oké, maar ik hou helemaal van... Dat is de bovenkant. Ik hou ontzettend veel van overslagjurkjes. Helemaal in de zomer. Ik denk dat dit item mijn favoriet van allemaal is. Ja, ik voel me hier het meest mezelf in. En het meest comfortabel ook. Hij is lekker zwierig. Hij zit lekker. Alleen de mouwtjes hadden van mij wel iets wijder gemogen. Zodat er meer lucht onder zou komen. Maar naast dat vind ik het wel heel erg leuk. Classy, maar toch wel casual. Ik word hier blij van. Dit is wel echt een hele goede aankoop. Ik denk dat ik hieronder wel iets van een broekje moet doen. Of een onderjurkje. Want doordat het een overslagjurkje is, is de kans groot dat je naar binnen kan kijken. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En misschien is het voor mijn geval wat makkelijker om ook hieronder een bralet te doen. Een BH kan ook gewoon prima. Maar just to be sure. Laat vooral weten of jullie dit leuk vonden om te zien. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!